Ja, welkom weer bij een volgende aflevering uit mijn serie interviews, waarbij we een kijkje krijgen achter de schermen in allerlei bedrijven van vrouwelijke ondernemers. En vandaag zit bij mij aan tafel Maureen Veurman van Up Communicatie. Superleuk. Ik ben heel benieuwd hoe zij haar business georganiseerd heeft. En Maureen, zou jij jezelf eerst even kort willen introduceren, voorstellen? Uiteraard. Ik ben Maureen Veurman, eigenaar van Up Communicatie, een bedrijf gespecialiseerd in reputatie en vooral ook in crisiscommunicatie. Er zijn wat bedrijven die daar op dit moment wel behoefte aan hebben, denk ik. Zeker weten, zeker weten. Voor degenen die dit later luisteren, we zitten midden in de Oekraïne-oorlog en allerlei andere toestanden. Ja. Dus genoeg gebeurtenissen in Genoeg de te wereld. doen. Maureen, ik wil jou eerst even drie stellingen voorleggen en dan de vraag aan jou of je of je oneens of eens kunt aangeven, of misschien iets anders als je denkt, nou dat kan echt niet. En dan doorlopen we die stellingen en dan hebben we daarna nog een paar vragen waarin ook die stellingen wel weer terugkomen, of in ieder geval de onderwerpen. Yes, klaar daarvoor? Yes, hij is zeker klaar voor. Kom maar op. Telling nummer 1. Je kan beter investeren in software dan in uitbesteden. Ja, dat vind ik wel ik ben het er niet helemaal mee oneens en ook niet mee eens. Politiek correcte antwoord. Want er moet wel ergens een basis zijn wat je zelf doet. Dus dan heb je ook wel iets aan software nodig. Maar ik vind als er een speciale expertise is die je niet in huis hebt, dan zou ik zeker voor uitbesteden gaan. Helder, dank je. Stelling nummer 2. Elke business of online business heeft uitgewerkte processen nodig. Ja, dat heeft wel processen nodig, maar niet alles hoeft in beton gegoten te zijn, want er moet ook ruimte zijn voor vernieuwing, voor verandering, voor ambities, innovatie. Dus er moet ook daarin wel een basis goed zijn en die het liefst ook wel vastleggen, zodat je zeker als je mensen in dienst hebt, wel bepaalde afspraken met elkaar maakt over hoe we met dingen omgaan. Maar ik wil daarin zeker wel ruimte houden om te verbeteren en ja, te vernieuwen. Dankjewel. Grappig is wel dat je zegt, als ik zeg uitgewerkte processen, dan associeer jij dat blijkbaar met in beton gegieten, maar dat is wel interessant. Ja. Ik vind als je dan iets van een proces opschrijft, mensen maken daar al vrij snel een soort van 25 tellend pagina document van, want dat zijn dan onze processen, zo gaan wij dan te werk. Ja, ik wil daar altijd ruimte in hebben. Geef mij een soort van omlijning waarbinnen we werken. En als dat verandert, dan kunnen we dat aanpassen, zeg maar. Dus wel structuur, maar niet te strak of te strikt, Nee, zeg precies. maar. Ja. Ik denk dat dat een heel gezonde insteek is, overigens. Maar daar komen we straks vast nog op terug. Dan nog stelling nummer 3. De voorwaarde voor een bedrijf om te kunnen opschalen en groeien is een bedrijf dat achter de schermen strak georganiseerd is. En hier is natuurlijk, wat is strak georganiseerd? Dat is Zeker. ter interpretatie aan degene die het antwoord geeft. Het is heel relatief natuurlijk, maar ik denk dat zeker dat het helpt, want je ziet heel vaak en dat kom ik ook tegen in mijn werk, bij bedrijven die snel zijn gegroeid, dat daar toch bepaalde zaken iets te snel zijn gegaan, waardoor er geen afspraken zijn of waardoor er geen zicht meer is op bepaalde taken, waardoor er foutjes ontstaan. Dus ik denk zeker dat de basis wel op orde moet zijn voordat je gaat groeien of opschalen, zodat je ook wel zicht houdt. Helder, dankjewel. Daarbij zijn we natuurlijk daar benieuwd hoe het bij jou is. Maar eerst heb ik een andere vraag. Stel dat jouw bedrijf een dier zou zijn. Welk dier zou dat dan zijn? En ik weet, de een vond het heel makkelijk. De ander die zei, wat is dat nou voor vraag? Nou ja, gelukkig wist ik dat deze vraag eraan kwam, dus ik heb me daar wel even op voorbereid. En ik heb het bijzondere dier, het stokstaartje. Want wij kijken overal bovenuit.
En het is een heel sociaal dier, waakzaam ook. En dat zijn wij, waakzaam. Grappig, want ik vind soms ook dat je dingen een beetje met humor moet oplossen. Heel actief, energiek en vooral vriendelijk. Dus dat heb ik geassocieerd met het stokpaardje. En zo zie ik ons wel bij Up. Even voor mijn beeld, stokstaartje of stokpaardje? Oh, stokstaartje. Sorry, staartje. Stokstaartje. Nee, niet een stokpaardje. Nou, dat zijn jullie wel, maar... dat is ook iets. Stokstaartje, ja. Helder. Weet je wat nou grappig is? Die is al een keer eerder genoemd. Echt? Dat is echt leuk. Jeetje. En ook met dezelfde onderbouwing. Ja, gedeeltelijk wel. Nieuwsgierig en overzicht houden en waakzaam. Nou, niet hetzelfde soort, maar niet hetzelfde woord, maar een beetje hetzelfde gevoel erachter. De precieze... Breng me even met diegene in contact. Wat zei je? Breng me even met diegene in contact. Ik denk dat jullie zeker het goed met elkaar kunnen vinden. Dat durf ik wel te zeggen. Maar het is wel grappig. En het is ook een leuk dier, vind ik ook. Ja. Ik zie ze daar zo staan. Ja, precies. Een beetje om zich heen kijkend. Oplekken. En zichtbaar. Ja. Ja, precies. En zichtbaar. Ja, wat leuk. Wat bied jij jouw klanten? En hoe werk je samen met klanten? Want je hebt best een bijzondere niche, of ja, hoe moet je dat zeggen? Vakgebied? Ja, nee, dat is inderdaad wel een bijzonder vakgebied. Er zijn veel communicatieprofessionals. Wij werken ook veel met bestuurders en communicatieprofessionals, omdat we ze begeleiden als ze worstelen met hun bedrijfsreputatie of op het moment dat er een crisis is om deze te benutten als een kans. Alleen heel veel communicatieprofessionals hebben niet genoeg ervaring of vinden het best heel spannend om een crisis te begeleiden. En omdat ik kom uit de jeugdzorg, daar heb ik best wat crisissen meegemaakt en mijn eerste crisis ging heel erg mis. En vanaf dat moment was voor mij eigenlijk volledig de druk daarvan af. En merkte ik ook dat ik het leuk vond. Dus dat ik niet als een soort van adrenaline junkie op een crisis spring. Maar wel om het verschil te maken om mensen juist in momenten van paniek. Even dat ze het niet meer weten. Orde te scheppen en ook te kijken hoe kunnen we hier nou van buitenaf kijken. Hoe we hier het beste op kunnen communiceren. Zowel intern als extern. Ja, het mooie vind ik dat je zegt dat je het om wil zetten of proberen om te zetten naar een kans. Want dat is natuurlijk wel de ultieme uitdaging. Ja, nou ja, je hebt op dat moment namelijk een platform van mensen die echt naar je willen luisteren. Ja. Waarom zou je die niet optimaal benutten? Ja, slim. Ja, slim, en het kan op verschillende manieren. Want je vraag maar. Zijn het dan met name grotere organisaties of zijn het ook business coaches die zeg maar met een klein team werken? Nee, het zijn wel grote, veelal nationale bedrijven. Veel in de Randstad, veel corporates. Maar dat kan echt van een kleine crisis van bijvoorbeeld een datalek gaan tot aan bedreiging van een bestuurder. Moord in sommige bedrijven, waar dat is dan niet een moord van een medewerker, maar wel bijvoorbeeld van een cliënt of iemand waar als organisatie bij betrokken bent geweest, waarin ik dan het proces begeleid. Oké. Okay. Dus je kan het soms zo gek niet bedenken of ik kom het tegen en meestal is het ook dat ik het, het is nagenoeg altijd anders. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Is het dan ook altijd ad hoc? Of kun je crisis ook zien aankomen? Of is dat een gekke vraag? Nee, dat is helemaal geen gekke vraag. Want ik zet me juist met mijn bedrijven ook in op de preventiekant. Dus een heleboel scenario's kun je van tevoren eigenlijk al bedenken. Een brand in een lithiumbatterijenkast bijvoorbeeld van een grote onderneming die daar iets mee moeten. Kloppen alle veiligheidsregels? Want soms is dan alleen die brand het brandje, maar wat als je bijvoorbeeld slachtoffers daarbij hebt? Het zijn allemaal scenario's waar je alvast over na kunt denken, maar ook een datalek bijvoorbeeld. Is je organisatie eigenlijk goed beveiligd? Ja, het klinkt heel simpel, maar wordt het wel voldoende gecheckt? Nee, het wordt niet voldoende gecheckt. En ook de hackers bedenken steeds weer iets anders. Dus je moet constant up-to-date blijven. Dus hoe heb je je processen ingeregeld? Dat het wel regelmatig wordt gecheckt of je daar nog wel aan voldoet.
Nou, en zo zijn er legio voorbeelden te bedenken waar je alvast op in kunt springen en waar je ook je communicatie alvast op klaar kunt hebben op het moment dat er iets gebeurt. En het zal altijd afwijken, maar het feit dat je erover na hebt gedacht, dat je er samen over gespart hebt, maakt dat de paniek al minder groot is. Het gevoel van voorbereiding geeft toch altijd iets meer rust. En dan maakt het op dat moment wel makkelijker om erover te communiceren. Je weet ook wie je dan moet hebben. Je kan een crisisteam meteen formeren. Iedereen weet wat hij moet doen. Je weet wie je als eerste moet benaderen om informatie te verstrekken. Dus ja, er zijn echt al zoveel scenario's te bedenken en uitwerkingen daarvan. Ja, dus dat betekent eigenlijk ook dat je met je bedrijf, je noemde het al preventie, dat je in principe al binnen of al de begeleiding wil starten of juist bedrijven wil voorbereiden dat die situaties inderdaad, nou ja, redelijk als kans weer benut worden. Ja, zeg maar, nee, het is niet of er iets gebeurt, maar wanneer er iets wanneer, gebeurt. Ja. Ieder bedrijf gaat er wel eens iets mis, klein of groot, maar er werken mensen. En als het niet techniek is, ja, techniek kan ook ineens stuk gaan. Dus, ah, nee, hoor. Nou, mooi. Hoe moet ik dat dan zien in de samenwerking? Hè? Betekent dat dat jij daar in huis komt? Of zij komen bij jou? Of je hebt online? Of hoe moet ik die samenwerking zien? Zoveel mogelijk naar de klanten toe te gaan. Ook omdat dat voor klanten een vertrouwde omgeving is. En crisis gaat vaak over geheime dingen. Meestal wil je niet dat het op straat belandt. Nee. Soms wil je juist iets op straat hebben, omdat je er dan iets mee kunt doen. Maar in 9 van de 10 gevallen wil je het eigenlijk zo klein mogelijk houden, om ook geen verdere paniek te veroorzaken. Dus een veilige omgeving voor de klant is daarin wel altijd belangrijk. Daarbij train, coach ik zoveel mogelijk de bestuurders en de communicatieprofessionals, zodat ze dat op den duur zelf kunnen doen. Ja, precies. Dus de jezelf overbodig maken is eigenlijk een beetje een insteek. Helder. Als jij naar klanten toe reist, noem ik het maar even, dan betekent dat ook dat de volgende vraag misschien best een ding is. Mijn vraag is eigenlijk, stel dat jij morgen zou besluiten, of volgende week, ik ga 6 weken naar Patagonië. Mijn andere voorbeeld was de Trans-Siberië Express, maar dat lijkt me een no-go in deze tijd. Maar er is vast een ander mooi iets te verzinnen, een cruise, zeg maar, of zo. Zou jouw bedrijf dan doordraaien en hoe belangrijk is dat voor jou? Daar ben ik wel steeds meer naartoe aan het werken. Het is nu nog niet volledig dat het doordraait zonder mij. Maar ik heb de afgelopen jaren 2 mensen aangenomen. En daar komen er nog meer bij in de komende jaren. Waardoor ik wel steeds meer onmisbaar ben. Of misbaar ben eigenlijk. Niet onmisbaar, maar misbaar juist. Dus dat vind ik wel een voordeel. En ook het uitwisselbare. Dus bij een crisis is het vaak op basis van vertrouwen. Als mijn meiden, ik heb nu 2 dames in dienst, daarin ook zichtbaar zijn en het vertrouwen van de klant ook hebben, dan kunnen zij ook ingezet worden op het moment dat er iets gebeurt. Ja, precies. En hoe is het dan nu? Als jij vakantie hebt, ligt er dan van alles stil en moet je van alles organiseren? Want de crisis komt nooit. Het loopt wel door. Maar nog niet voldoende dat ik zeg van oké, daar zit ik echt heel rustig op mijn fietsje richting Patagonië. Dat is het nog niet. Ja. Al is het vertrouwen daar zeker, maar 6 weken is wel heel lang. Ja, precies. Ja. Maar goed, het leuke is wel dat je er dus eigenlijk naar streeft. Ja. Dat het zou kunnen. Ik wil niet zeggen dat je het wil doen of dat je het ook doet, maar het zou dan wel kunnen. Ja, het zou zeker een doel zijn, ja. Maar hoe zie je dan je rol in jouw bedrijf? Want nu zit je er middenin. Maar als je zeg maar 6 weken zomaar eruit wil kunnen stappen, dan moet je er ook wat meer afstand van kunnen nemen. Of van afstand nemen misschien wel. Ja. Hoe heb je daar al over nagedacht? Misschien... Ja, zeker. Ik ben nu zeg maar wel echt een crisiscommunicatiespecialist. Daarnaast heb ik nog een communicatieadviseur die ook regelmatig al crisis heeft gedaan in dienst. En daarnaast heb ik nog een PA.
En de dame, zeg maar, ook met de communicatieachtergrond, die kan mij al steeds meer vervangen op het moment van crisissen. Maar het zou mooi zijn als ik daar een volledig team ook achter had staan met mensen van een omgevingsanalist, een tekstschrijver, die gezamenlijk het hele proces kunnen oppakken van bijvoorbeeld een crisis. Cool. Ja. Wel een mooi streven. Ja. Nee, ik wou iets anders vragen, maar laat even zitten. Ik ben dan dus wel heel erg benieuwd hoe jij dan achter de schermen de zaken organiseert. Ook met, ik neem aan, maar misschien is dat een verkeerde aanname, de gedachte van nou, ik wil die afstand kunnen nemen. Dus dan moet er aan de achterkant, al wil je daar zo'n heel team wat jij beschrijft neerzetten. En dat moet functioneren zoals... Ik neem aan, jij wil dat er uiteindelijk het eindresultaat gaat zijn. Want jouw naam blijft aan de business verbonden. Zeker. Hoe kun je ons daar eens in meenemen? Hoe organiseren jullie dat? Ja, zij maken mij ook beter. Hè? Dus het is niet alleen mijn filosofie, wel mijn naam natuurlijk die eraan hangt. Maar niet alleen mijn filosofie, want daar werk ik samen met hun aan. Zij komen ook met mooie ideeën of... processen die we kunnen veranderen of hoe we zichtbaarder, zelf zichtbaarder kunnen zijn. Dus daarin groeien we wel samen. En dat stukje vertrouwen interne ook, dat wordt gewoon steeds meer, waardoor ik nu ook een van die meiden ook steeds meer een stukje sales ga doen. Waardoor zij natuurlijk ook meer haar eigen klanten krijgt. Ja, precies. Maar stel dat er een tweede persoon komt. Ja. Kan die zo instappen? Heb je het zo georganiseerd dat dat redelijk makkelijk gaat? Of is dat echt, moet die echt als een soort stagiaire meelopen een x-tijd voordat het kan? Nee, zeker niet. Nee, en zeker omdat ik meer naar een soort van vakspecialisten wil. Dus bijvoorbeeld een tekstschrijver of een omgevingsanalist. Zij voegen echt iets toe aan onze business. Dus daar gaan wij alleen maar weer van groeien, maar ook van leren. Want nu huur ik dat soort dingen in, omdat dat op te weinig basis is nu, dat ik daar mijn hele team al van uit kan breiden. Maar dat komt in de komende 2-3 jaar zeker. Dus dan zou ik het fijn vinden om die mensen in huis te hebben. En dan heb je een compleet team wat je ook bij een klant kan aanbieden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? En totaal ontzorgen... Precies, aan en je ook klanten. Inregelen bij de klant, zodat ze het uiteindelijk zelf kunnen doen. Dat is wel gaaf. Ja. Maar wat ik eigenlijk bedoelde, waar ik een beetje naar op zoek ben, van hoe heb je nu dan zeg maar de samenwerking of de communicatie met elkaar ingericht, dat de dingen ook goed lopen? Kijk, als je in je eentje of één persoon ergens voor verantwoordelijk is, ja, dan zit het in die persoon, zijn persoon, de hoofd of agenda. En that's it, zeg maar. Hè? Ja. Maar als je met meer bent, dan wil je wel dat... Ja, dat iedereen samen optrekt, maar dat ook de lijnen duidelijk zijn. Althans, dat zou ik willen. Ja, nee, dat klopt. Nou, wij werken in de cloud. Dus wij kunnen bij elkaars documenten. Wij houden elkaar wekelijks op de hoogte. Dus we hebben een teamoverleg. Ik heb overleggen met de meiden apart. Wij hebben de WhatsApp-groep met z'n drietjes, waarin je wel gewoon even snel zaken kunt delen. Ja. Zo houden we elkaar aangelijnd. En één keer in de zoveel maanden ga ik gewoon echt even een halve dag of een dag met meiden zitten om nieuwe strategische plannen uit te werken. Waar gaan we naartoe? Dus één keer per jaar is dat een hele dag. En dan echt even een soort van hijsessie van waar gaan we het komende jaar naartoe. Maar die stel ik wel constant bij, want het is voor ons ook een lerend en een groeiend proces. En ik vind wel dat we daar scherp op moeten blijven. Dat een plan niet, zeg maar, na een jaar pas weer uit de kast wordt getrokken. En dit hebben we dus eigenlijk het afgelopen jaar helemaal niet gedaan. Nee, dus we gaan daar wel steeds op monitoren en of we daar ook echt mee bezig zijn. Of dat we bij moeten stellen. Ja, precies. Want we hadden het straks in die stellingen over het goed georganiseerd hebben. En uitgewerkte processen tot op zekere hoogte. Die zijn er heel erg belangrijk. En zeker als je natuurlijk wil gaan opschalen. En je hebt dan een totaal team, wat je zegt. Dan heb je in feite nog alle stukken van de taart zijn uniek. Maar als je nou meerdere taarten zou willen hebben. Ik weet niet of dat je doel is hoor. Dan vraagt dat weer iets anders. Want in principe heb je best een behoorlijk bedrijf voor ogen, zeg maar. En zeker als jij dan uit dat midden van die taart wil kunnen stappen. En zeggen, nou jongens...
Nou, ik heb wel een flexibele schilderen ook omheen van een COCA-specialist. Ik heb nu ook een vaste tekstschrijver, een vaste grafisch vormgever. Waar ik natuurlijk in eerste instantie alle lijntjes mee had. Maar die nu ook door anderen wel ingezet kunnen worden. En dat maakt het al wel iets flexibeler. Maar inderdaad, ja, ik weet niet of ik een tweede taart voor ogen heb. Laat ik eerst die eerste taart maar eens vullen. Dan kan ik altijd over nadenken of ik nog meer taarten ga bakken. Ja, precies. Ik kom uit een bakkersfamilie, dus ik zie het meteen beeldend voor me. Dus je voelt je wel op je plek. Ja, zeker. Nee, maar goed, het lijkt mij, als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, wow, dat is best wel een uitdaging om dat allemaal op te lijnen. En misschien is het klip en klaar in jouw situatie, hoor. Is het heel duidelijk? Want je moet natuurlijk wel... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik kan me voorstellen dat je ook grijze gebieden hebt, zeg maar. Waar niet helemaal duidelijk is wie er nou precies de lead in heeft of de verantwoordelijkheid in pakt. Is dat dan op basis van, zeg maar, de WhatsApp-groep en misschien wel mail en misschien heb je nog wel een soort van projectmanagement tooltje of een planner ergens waar je toch wat dingen uitwerkt? Ja, ik hou zeg maar die zaken wel bij. Maar ik maak wel mensen echt verantwoordelijk voor hetgeen wat ze doen. Dus ook samenwerken om het bedrijf te laten groeien, zeg maar. Daar hebben ze zelf dan wel een soort van taak in, waarvan ze weten, en een vastomlijnde taak. Oké, jij pakt dit nu, dit hele proces bezig. Zo zijn we bijvoorbeeld nu bezig met een reputatiescan. Een online reputatiescan. Dat is natuurlijk ook een marketingtool, maar ook een mooi startmoment voor nieuwe klanten. Ja. Dus waar sta je in je reputatie? Heb je dat eigenlijk gemonitord? Met een aantal vragen leiden we je er dan doorheen om eens te kijken waar sta je. Dat is een van de meiden heeft daar de lead in. En op de momenten dat we elkaar dan wekelijks spreken, dan nemen we al dat soort punten even door. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk toch heel veel mondeling. Ja. En dan ligt het gewoon bij één persoon, waardoor het ook duidelijk is. Ja. Nee, dat is helder. Je hebt twee mensen in dienst, zeg je. Ja. Dat, veel bedrijven werken met ZZP'ers. Daar heb jij waarschijnlijk bewust niet voor gekozen. Betekent dat dan ook dat je op eenzelfde locatie zit? Of is het wel remote? En ze zijn volledig remote. Ja, ook omdat ze naar klanten toe gaan. Maar ik vind dat zelf ook heel prettig. Ik heb een heel fijn kantoor zelf aan huis. En een van de dames woont bijvoorbeeld in Utrecht. En ik zit zelf in Enkhuizen. Nou, hoe heerlijk is het? En zeker sinds coronatijd, om dan gewoon vanuit huis en vanuit de klant te kunnen werken. Dus daarom is het wel goed om elkaar eens in de zoveel tijd ook even live te zien. Ja, precies. Maar dat is niet de dagdagelijkse... Nee hoor, we weten elkaar te vinden. We hebben nauw contact. Dus dat, ja, of dat nou dat lijntje is om even bij het koffiezetapparaat. We weten precies wat er in elkaars leven speelt zonder daarin, zeg maar, de deur plat te lopen. Maar als er iets is, dan weten ze me te vinden. En andersom. Nou dus ja, maar dat is wel... Zelfstandigheid daarin is wel belangrijk, ja. Ja, maar ja, dat is wel mooi. En inderdaad, daar heeft corona wel een mooie boost aan gegeven, ja, natuurlijk. Zeker. Ja, Alhoewel ik wel eens de indruk heb dat het internet een beetje vol is. Maar dat is dan... Nou ja, dat is dan verder niet zo erg. Ja. De manier waarop jij, of jullie eigenlijk, de boel georganiseerd hebben achter de schermen. Heb je de indruk dat jouw klanten daar veel van merken, veel van meekrijgen? Positief of negatief? Ik weet wel dat sinds ik met meerdere ben, dat mijn klanten dat wel een prettig gevoel vinden. Het straalt ook wel iets uit dat je een bedrijf aan het opbouwen bent in plaats van dat je ZZP'er bent. Mm-hmm. Daarvan merk ik wel dat klanten dat heel fijn vinden. Daarnaast heb ik een heel groot netwerk. Ook ik werk nog wel met veel ZZP'ers. Dus de grafisch vormgever, de tekstschrijver, de COCA-specialist. Maar doordat ik zo'n enorm groot netwerk heb, dat merken klanten wel altijd. Want er is altijd wel iemand die me wekelijks benadert van... Hé, maar heb jij niet iemand in jouw netwerk die dat weet of kan? Of lukt dat een van jouw meiden? Dus zeg maar, de basis voelt wel goed voor klanten. Ja, precies. Dat heeft misschien ook wel meer te maken met het feit dat je met wat grotere organisaties werkt. Dat ja, het gevoel van zekerheid als je niet alleen bent...
Ja. Tenminste, dat weet ik nog uit mijn consultancy-tijd, dat ze zoiets hadden van, ja, als we jou nemen, dan hebben we geen backup. Ja. Maar ja. Daarom, dat is het vooral. Die kwetsbaarheid is er dan een beetje vanaf. Ja, precies. Maar goed, de expertise is natuurlijk ook heel erg van waarde en belangrijk, ja, denk ik. Dus, maar goed, mooi. Wanneer wil jij je taart gevuld hebben? Mogen we dat weten of is dat... Nou, dat is binnen nu 5 jaar. Zou ik die wel gevuld willen hebben, ja. Oké. En ja, hoeveel stukken zitten er in die taart? Nou, daar zitten... Ik wil tot maximaal 10. Nou, dat is behoorlijk, dat, toch? Dat is wel een taart, toch? Ja, dat vind ik wel een taart, ja, zeg meestal maar. Meestal bestaat een taart uit 12 delen, toch? Maar ik vind 10 wel even mooi zo in 5. Ja, als ze snijden, zeggen ze vaak 12 stukken. Nou, bij ons in 8, toch? Oh, echt? Maar jullie gaan gewoon voor de grote punten. Ja. We zitten dicht bij Limburg, hè? Ja, 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 dat is waar. Nee, voor binnen nu en 5 jaar wil ik op 10 zitten. Ja. Stoer, leuk. Ja. En wel een mooi vakgebied, denk ik. Tenminste, ik heb... Het is ik ken heel dankbaar werk. Ja, het is echt het mensen helpen zonder dat je met je handen aan het bed staat, zeg maar. Maar ja, je helpt wel echt mensen. En soms in een redelijk korte periode, want de echte crisis duurt maar 1 week of 4. Maar okay, er is vaak nog een hele nasleep daarna en het proces om na te denken. Als dat al niet voor de tijd is geweest, welke scenario's liggen er eigenlijk nog meer? Wat kunnen we nu evalueren? Wat kunnen we zorgen dat dat de volgende keer niet meer gebeurt? Dus er is altijd nog wel een hele nasleep. Maar de echte crisis, dat is niet langer dan 4 weken. Want dan wordt het eigenlijk alweer business as usual. Ja, dat gaat vrij snel, hè? Dus ja. Zeker in deze tijd, denk ik, met social media en zo. Gaat ja, dat, dan is er alweer een nieuwe crisis, hè? En het is ook goed, want het zou betekenen als het langer dan 4 weken duurt, dat er meer aan de hand is binnen een bedrijf. En dat je eens even naar het hele bedrijfsplan moet gaan kijken als dat heel lang duurt. Heb je ook een bedrijfsadviseur nodig, denk ja, ik? Of doe jij dat ook? Nee, dat doe ik niet. Nee. Wat me nu invalt, dat had ik natuurlijk al eerder kunnen vragen. Maar word je dan ook wel eens uit je bed gebeld? Dat is me nog nooit gebeurd. Maar ik heb wel eens radio-interviews om 6 uur 's ochtends gegeven. Dus dat gebeurt als woordvoerder voor bepaalde partijen ook nog wel eens. Dus dan moet je echt wel even je stemmen opgewarmd hebben. Zonder dat je... Goedemorgen. Ja, dat. Maar ja, nee, dat is echt wel 's ochtends. En de dagen duren dan ook wel tot 1 uurtje of 11. Maar nee, nog nooit echt daadwerkelijk uit mijn bed gebeld. Maar het gebeurt wel regelmatig dat 's avonds laat dingen ineens opborrelen. Dat mensen zeggen, oh verdorie, dit gaat morgen echt uit de hand lopen. Hier moeten we nu iets mee. En dan alleen de geruststelling van een beetje kunnen slapen is dan 's avonds soms wel heel prettig. Ja, precies. Nou ja, dat viel me even zo in tussendoor. Als je nu terugkijkt, want doe je dit eigenlijk al lang? Daar hebben we het helemaal niet over gehad, hè? Ik ben nu 7 jaar zelfstandig. Waarvan dus de afgelopen 2 jaar, ik had hiervoor 2 compagnons. Ben verder voor mezelf gegaan, gespecialiseerd in crisis. Doe ik dat dus nu weer alleen, of eigenlijk nu weer met 2 meiden bij. Mm-hmm. Maar ik ben 7 jaar zelfstandig. Ja. Oké. Okay. En als je nu kijkt, had je, misschien niet hè, dus dat is ook helemaal prima. Had je nou dingen anders aangepakt als je nu zou beginnen? Zou je dan dingen anders aanpakken? Ja, misschien... natuurlijk. Maar aan de andere kant, weet je, dat proces heb je ook nodig om te komen waar je nu bent. Ik ben heel blanco begonnen, 7,5 jaar geleden. Echt enorm blanco. Ik dacht echt, nou, dat doe ik wel even. Ik heb het uiteindelijk ook wel even gedaan. Dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar zo is het niet. Maar ik had dat proces niet willen missen. Van tegen dingen aanlopen of dingen die niet helemaal goed gaan. Of waarvan je denkt, oh verdorie, oh, dit had echt niet mogen gebeuren. Want het maakt wel dat je nu alert bent voor dat soort zaken. En dat je er ook enorm van geleerd hebt. Ja, dat is ook zo. Dus ook in bedrijfstechnisch, als je een crisis hebt, dan biedt dat dus ook weer kansen, want je gaat dingen anders zien. Ja, nee, tuurlijk. Nee, het is natuurlijk op zich een beetje een open deur, want het, meestal heb je stappen nodig. Maar soms zijn er wel mensen die zeggen, nou ja, als ik nou iemand moet adviseren, dan moet hij dat of dat vooral niet doen, als hij daar dat van plan is.
Als je kijkt naar de software die jij in jouw business gebruikt. Welke rol speelt die in je? Dat zal misschien meer aan de achterkant zijn dan, alhoewel, social media heeft ook een beetje wel een ding waarschijnlijk. Maar welke rol heeft die in jouw business en hoe zie jij jouw eigen taak of bemoeienis daarin? Kun je daar nog iets over zeggen? Nee, ik zou het niet zonder online tools, zou ik nu niet mijn werk zo kunnen doen. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal de standaard Word, Excel, PowerPoint dingetjes, Outlook. Maar ook verzendingsprogramma's voor persberichten bijvoorbeeld. Het maken van omgevingsanalyses. Het Google Analytics gedeelte, wat natuurlijk nu ook weer een beetje onder de loep ligt en waar je ook misschien weer iets anders in moet. Ja, het zijn allemaal tools die je wel gewoon nodig hebt om je eigen business zichtbaarder te maken, maar ook makkelijker met werken. Het boekhoudprogramma van mijn accountant, ja, onmisbaar. Ik vind het heerlijk dat hij zo goed, dat ik niet meer alle bonnetjes hoef op te sturen of zelfs nog heen te brengen in een mapje. Maar dat ik gewoon een bonnetje inscan of de factuur even naar een mail en het komt automatisch in een programma terecht. Ja, weet je, het zijn allemaal dingen die ons werken makkelijker maken, ons leven makkelijker maken. Maar het is ook gewoon onmisbaar om je bedrijf zichtbaar draaiende te houden. Ja, en het is ook een kans om efficiënt te werken. Zodat je er niet te veel tijd kwijt bent met allerlei... Ja. Nou ja, gedoe of randzaken, zeg maar. Ja. En ik heb zitten kijken, 10 jaar geleden was er nog niet zoveel. Dus echt razendsnel gegaan. Echt ongelooflijk. Ik weet nog dat toen ik in 1999 mijn werkende leven echt met een fulltime baan begon. Toen was ik een van de eerste mensen die e-mail kreeg binnen het bedrijf. En dat was een bedrijf van 700 man. Ja, dat was echt wel een dingetje. Want je kreeg als een van de enigen, mocht je het internet gaan gebruiken. Ja, koester het maar. Ja. Nou kan het niet meer. Nou denken ze, nou als je er vanaf wil, dan kan het al niet meer, zeg maar. Dus wat dat betreft. Ik kijk ook eventjes naar de klok. Zijn er dingen die ik jou had moeten vragen en die ik niet gevraagd heb? Oh, we kunnen volgens mij nog uren doorgaan. Maar volgens mij, nee, ik vind het een heel leuk gesprek. Dank je wel daarvoor. Goed zo. En als mensen contact dan denken, oh help, crisis, zijn we helemaal niet op voorbereid of we voelen hem aankomen. Hoe kunnen ze met jou of je bedrijf het beste contact opnemen, het makkelijkste? Nou, wij hebben een crisisknop op onze website. En onze website, ja, het is een soort van alarmknop eigenlijk, moet je het zien. Via de website is er ook de mogelijkheid om met ons te appen. Krijg je meteen mij op de app op mijn telefoon. Dus waar ik ook ben, ben ik altijd bereikbaar voor de mensen die niet mijn nummer hebben. En onze website is up-communicatie.nl. En dat streepje in het midden is belangrijk, want er is nog iemand anders met up-communicatie. Oké. Nou, ik zal zorgen dat die hier, ik denk in ieder geval bij de video, in de video verschijnt. En bij de audio, ergens rondom de audio. Dus dan zorg ik daarvoor. Nog iets op social media of zeg je nou de website? Ja, we zijn overal op te volgen. LinkedIn, Instagram, Facebook. Meeste netwerk zit op ons LinkedIn. Het is toch een serieuze business vaak, serieuze aangelegenheid. Ja. Maar daar delen we alle leuke nieuwtjes en ook tips en tricks. Oké. Ik zal zorgen dat jij daar ook vindbaar of benaderbaar bent, zeg maar, door de links. Voor de rest geef ik dan, daar houdt mijn verantwoordelijkheid op. Dan wil ik jou voor nu heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. En het is de eerste keer dat ik iemand spreek die ook echt mensen in dienst heeft. Dus dat maakt het voor mij wel heel erg bijzonder. Dank je wel voor de mogelijkheid. Nou ja, graag gedaan. Ik vind het leuk. En het is mijn nieuwsgierigheid natuurlijk. Voor nu rest mij eigenlijk niks anders. Nogmaals dank en wij zien elkaar wellicht in de toekomst weer live. Dat zou wel heel erg leuk zijn. En aan de kijkers, zeker luisteraars, zeg ik gewoon bedankt voor het kijken en luisteren en tot een volgende keer. Bye bye!